Vanavond zijn we bij de informatiebijeenkomst over social media in Alblasserdam. Op uitnodiging van de Stichting Welzijn Alblasserdam hebben wij vanavond een social media informatieavond. We willen heel graag dat de mensen kennis maken met social media. Omdat natuurlijk de social media kanalen op dit moment eigenlijk al een hele tijd leven. En heel veel mensen zijn niet bekend met de social media kanalen. En de Stichting Welzijn Alblasserdam vindt het belangrijk dat de mensen weten hoe het werkt en op wat voor manieren mensen gebruik kunnen maken van de social media kanalen. Hoe ze geïnformeerd kunnen worden over zaken, maar ook hoe ze zelf informatie op kunnen komen halen. BIMFI kennen we van heel veel vrijwilligerswerk binnen het dorp. Toen we van haar hoorden dat zij een opleiding had in social media, toen was het lijntje gauw gelegd en hebben we haar gevraagd om deze avond voor ons te organiseren. Ja, ik ben benaderd om wat te vertellen over social media, wat wij als politie doen met social media. En aangezien ik al een poosje actief ben als Twitterkop of Twitteragent, en sinds kort ook op Facebook met Facebook Alblasserdam. Mensen die mij via mijn Twitter-account volgen, die spreken mij kennelijk makkelijker aan op straat. Spreken me vaak al aan bij mijn naam, en dan, terwijl ik ze zelf eigenlijk nog niet goed ken. En vaak komt er dan als invulling van, nou, ik volg u op Twitter en dan komt het verhaal. Dus het werkt drempelverlagend. Voor mij is wel een heel belangrijk iets. Het is geen vervanger voor persoonlijk contact. Je moet het eigenlijk zien, ik gebruik het als middel om in contact te komen met mensen. Ik probeer daar vervolgens wel een persoonlijk contact aan vast te koppelen. Onder de naam Lijkt Toevallig geven wij workshops voor particuliere en zakelijke klanten. Particuliere klanten, ook mensen die net beginnen met social media, dus die nog niet weten wat het is, maken wij accounts aan en helpen ze de weg te vinden op social media. We doen dat ook voor verenigingen en stichtingen, ledenwerving, je leden te informeren. Zowel ook voor de stichtingen geldt dat en voor de zakelijke markt zetten wij dit in ook voor commerciële doeleinden. Het is belangrijk dat je weet wat je klanten over je zeggen op social media, maar ook hoe je ze kan bereiken via social media.